Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 5 december van Weerplaza. Het was vandaag veelal bewolkt. Op de satellietfoto kunnen we dat ook goed zien. Veel bewolking ook in de landen om ons heen. Het was wel een droge dag. En vanavond, pakjesavond, verandert er niet veel. De maan kunnen we niet door de bomen zien schijnen. Het is veelal grijs, maar wel droog. En de temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden. En daarbij staat een matige wind, bovenland windkracht 3. Aan zee waait de wind soms krachtig, windkracht 6. En vannacht dan blijft het veelal bewolkt en droog en daalt de temperatuur niet verder dan 4 graden in Limburg tot 7 vlak aan zee. En morgen verandert er niet veel, ook opnieuw weer veel grijze wolkenluchten, slechts af en toe een beetje ruimte voor de zon. Ik heb het maar niet in de kaart gezet, want het is maar een kleine kans dat de zon doorbreekt. En met 8 tot 10 graden in de middag is het nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar. De wind komt vanuit het zuidwesten, is matig tot vrij krachtig, windkracht 5. Op donderdag gaat het allemaal veranderen. We krijgen te maken met een storing die van west naar oost over ons land trekt, met vooral in de middag en avond van tijd tot tijd regen. Ochtends is het nog droog en met 7 tot 10 graden is het nog wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Het waait wel behoorlijk. Windkracht 6 tot 8 aan zee. Vrijdag en zaterdag dan duiken we in de koude lucht. Het wordt overdag hooguit 6 graden. Het is wisselend bewolkt met winterse buien. En de kans op sneeuw en hagel wordt steeds groter. En als we dan kijken naar de kans op winterweer voor volgende week. Dan zien we dat de nachten behoorlijk koud zijn. En overdag een temperatuur van kleiner dan 0 graden is toch vrij klein. Dus het is nogal kwakkelweer. Maar wat wel voorop staat, is dat het vanaf vrijdag een stuk kouder gaat worden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.